tempo! Schieten! Ja! Het grappige is dat we een hele zachte, warme commercial aan het maken zijn, waarin we doen alsof het ook echt letterlijk 25, 30 graden is. Dus ik loop in mijn zomerjurkje door Amsterdam heen en iedereen die Maaslander eet, die geef ik een zachte zoen. Alleen, het is de eerste winterdag, dus het is min 4 graden. We houden zo vast. Het leuke met wat makers volgens mij willen vertellen met de zoen die hier centraal staat, is dat het een zoen staat die voor, of een kus eigenlijk, die staat voor zachtheid en voor een sensatie en voor een warm, goed, liefdevol gevoel. Ja. Ja, super. Ja. Let's go! Het grappige is dat het dus ook echt zo is, dat als mensen, als je een soort van huid tegen huid, zonder dat het überhaupt te maken hoeft te hebben met iets seksueels of wat dan ook, dat het iets heel, een heel mooi, warm, lief moment kan zijn. En dat is wat het is. En dan maakt het niet uit of het een man of vrouw of een hond is. Het heeft ontzettend mooie, warme, zachte lippen. Heb ik dat mag zeggen. Ja, dat was heel leuk, ja. En, gelukkig mocht het 4 keer over. Heel mooi. Nou, mijn gegeven echt gezegd, Hanna, de zoen mag langer. En ik denk, nou, dat is geen slechte regieaanwijzing. Dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Nee, ja, ik kreeg 2 Hanne. 2 keer Hanne gewoon. Dus, aan beide kanten, dus het wordt een sandwich, letterlijk en figuurlijk. De kaas was lekker en Hanna zoende zacht, vrouwelijk. Maar ja, dat doet me niet zoveel, want ik ben homo. Dus ik moest me toch wel even een switch maken in leven. Maar volgens mij kwam het wel geloofwaardig over, hoop ik. Ik heb nooit een masterclass filmkussen gedaan, maar ik heb wel eens een keer, laatst nog, dat ik met een acteur op de set stond en dat hem toch werd gevraagd of hij nog eventjes wou oefenen, omdat het er niet helemaal uitzag. En toen was ik nog even bang dat het aan mij lag, maar dat was gelukkig niet het geval. Ik ben geslaagd voor de masterclass filmkussen. Maar ja, mijn filmkussen is heel stom, want het is een soort van, ik moest laatst ook voor een klas, voor kleine kinderen, uitleggen wat dan filmkussen is. Want het is een soort van, ja, je bent eigenlijk een beetje aan het happen naar iets. Dus het ziet er niet uit. Maar dat is wel een techniek, ja, zeker. Ik denk wel dat de grootheden der aarde wel hier en daar bij gestudeerd hebben in het filmkussen. Ja. Ja, van een goede filmkus. Ik denk dat dat toch wel de hap is, zeg maar. Dus je mond niet te veel open, niet te veel dicht, maar een soort van gewoon een mooie hap. Dat is denk ik, ja, een mooie hap. Nou ja, dat is ook weer natuurlijk met kaas, moet je ook een mooie hap nemen. Dus wat dat betreft klopt het wel weer. Kijk eens hoe mooi ik dat weer goed ga.